dames en heren. Zoveel mogelijk. Wow. Maar dan ben ik heel erg benieuwd wat jullie hier allemaal aan deze molen zien. En dat kan je natuurlijk niet allemaal tegelijk roepen. Dus wij zijn op dit moment bezig met een project van stichting WBJG. Wat is dat dan? Ja, dat staat voor Wat ben je gegroeid? En wij organiseren activiteiten voor kinderen om hun een innoverende ervaring mee te geven die een duurzame toekomst brengt. Nou, dat klinkt erg mooi, maar wat houdt dat in de praktijk nu in? Ja, nou dat houdt in dat wij met De Weijer, groep 6, hier naartoe zijn gegaan. We zijn eerst bij hun in de klas geweest om alles te vertellen over de molen. Michiel Nijkamp, wat komen jullie van De Weijer hier doen? Kijken, leren. Ja, wij gaan op onze school ook molens namaken. Die zijn echt niet zo groot en niet zo mooi. De tweede activiteit was het bezoek aan de molen. En volgende week gaan we met de microscopen allerlei soorten graan bekijken. En gaan we ook zelf van graan pannenkoeken maken. Dus wij vinden het heel erg belangrijk dat kinderen door ervaring leren. Had je ooit gedacht dat je brood zo gemaakt werd? Nee, ik dacht gewoon simpel graan naar de bakker. En de bakker die doet er gewoon ergens in en het is brood. Ja, wij hopen sowieso dat ze weten hoe uiteindelijk brood of pannenkoeken worden gemaakt. Dus dat het heel veel energie kost om al eerst dat graan te laten groeien. Dan het graan te laten malen. Nou ja, vroeger ging dat dan in de molen en kon je hier bij de molen je graan kopen. Tegenwoordig gaan we dus naar een supermarkt toe en kopen daar ons brood. Of naar de bakker natuurlijk. Maar dan gaat een heel proces aan vooraf en het is heel goed om kinderen inzichtelijk te maken hoe dat proces eruit ziet. Wat vind je van een beroep als molenaar? Is dat voor jou wat? Nee, want je bent al best wel hoog als je de wieken moet aanzetten. En dan als je ook nog omhoog gaat in de wieken om dat zelf vast te maken, nee, is echt niet mijn ding. Heb je hoogtevrees? Nee, dat niet, maar dat is dan wel extreem hoog. Dat is echt wel 24 meter hoog. Ja, dus als jullie een souvenir mee doen. Kom ik hem aan, Fifi? Ja. Dag hoor.